Goed, woensdagavond, gewestelijk kampioenschap Amsterdam. Simon Bossen, twee rondes voorsprong. Simon, hoe kwam je aan twee ronden? Hoe had je die te pakken? Ja, zeker. Ik zat steeds achter Mats of Jouke. En nou ja, je weet al dat die gasten goed zijn en die gaan er steeds vandoor en die willen allebei winnen. Dus ik zat steeds achter Jouke vooral. En toen pakten we de eerste ronde met Axel ook erbij. En toen bleef Axel steeds achter Mat zitten en ik achter Jouke. En toen ging ik nog een keertje rond met een groepje van 7. Dus allemaal jongens van Skid, Mat en Jouke en ik. Kopgroep op een gegeven moment van 7 man, dan ga je de finale in. Hoe heb je die finale gereden? Nou, de finale was erg zwaar, op een gegeven moment was ik wel aardig op. Maar ze bleven me aanvallen en ik bleef er wel goed achter zitten en toen vielen er nog een paar af van Skids. En toen bleven we dus nog met z'n 5 over en toen viel het een paar keer stil. Toen ben ik gewoon mijn tempo vastgehouden in de hoop dat ze nog wel naar elkaar gaan kijken en dat ik wel weg kon blijven. Dat is helaas niet gelukt. De bel gaat op een gegeven moment en dan rij je gewoon op kop, hè? Ja, zeker. Ja. Toen heb ik gewoon alles gegeven wat er nog in zat. Was niet veel meer. En ze kwamen er ook nog alle 4 voorbij. Maar heel tevreden met het resultaat. Ja, kan me voorstellen. Beste B-rijder. Ja. Skate for Air. Ja. En dan 4 A-rijders voor je. Nou, mooie avond denk ik, ja, of niet? Zeker. Prachtige avond. Heel blij met de 5e plaats na alle A-rijders.